plons in het zwembad. Dat is waar, hè, Philippe? Fijn dat je erbij bent. Dank u. En ik mag stellen dat de evolutie in zwembadbouw, dat daar wel een hele grote evolutie is in doorgemaakt, hè? Ja, absoluut. Als we bekijken 25 jaar terug en hoe waar we vandaag staan met de zwembadbouw, is een immens verschil. Waar zit het grote verschil? Werfdoorlooptijd. Werfdoorlooptijd. Klopt, ja, misschien een heel lang woord. Ja. Maar werfdoorlooptijd wil zeggen eigenlijk van wanneer dat je start met de eerste spade in de grond, tot wanneer dat je de sleutel van het zwembad geeft en wanneer dat je kan zwemmen. Dus waar we vroeger op 17, 18 weken zaten met beton, met bepaalde zaken in acht nemen. WTCB verplicht ons sowieso om 27 dagen beton te laten uitharden en dergelijke meer. Ja, ja. En dan hebben we ook het weer die we vaak niet altijd mee hebben. Ja. Laten we dat positief uitdrukken. Ja, ja. Vandaag die plaatsen wij in plaats van 17 weken op een week een zwembad. En op een week? Op een week. Nu, ik kan me wel voorstellen, de spade waar je het net over had, dat die er ook niet meer aan te pas komt. Die komt er niet meer aan te pas. Die is iets groter geworden. Ja, maar werkt dat vroeger ook effectief met de hand? Heb je die tijd nog meegemaakt? Nee, absoluut. Nee. De graafkramen bestaan hier al lang genoeg. Ja. Stel je voor, zo'n heel zwembad. Nu, uiteindelijk, hoe gaat dat in zijn werk? Dus je graaft het gat met machines dan? Ja. En dan? Ja. Dus ik had het per week uitleggen, dat is wel makkelijk. Ja. Maandag, en dat is dus een vast tramien bij ons, omdat we toch meer dan een zwembad per week plaatsen bij ons in onze planningen op jaarbasis. Maandag komen we toe, wordt de put gegraven en wordt de betonnen plaat gegoten. Want de baden die gaan nog altijd op een betonnen plaat, geen stabiliseren of dergelijke meer vinden wij het onstabiel, dus echt beton. Dinsdag komt de Kuip toe, volledig het zwembad op zijn gegele met de vrachtwagen en wordt die in de namiddag op de betonnen plaat geplaatst. Ja. De woensdag gaan alle leidingen er rond en filterinstallatie. Donderdag wordt die nagevuld rondom het zwembad en de bouwput. En dan vrijdag is die vol met water, kan je zeggen. Ja. Maar op één dag tijd gaat dat niet gevuld zijn, denk ik, of wel? Nee, je moet rekening houden dat we meestal wachten op het debiet van de waterleiding. Ja, oké. Fantastisch. Dus ja, God schiep de aarde en jullie scheppen dan op een paar dagen tijd een zwembad. Ongelooflijk tof. Ben jij een zwembadmens? Onwaarschijnlijk. Ik ben echt een waterrat. Wat doe je in dat appartement? Ik heb veel vrienden met zwembaden. Hè. Ze zeggen dan, je moet zelf geen zwembad hebben, maar veel vrienden met zwembaden. Mijn ouders hebben ook een heel leuk zwembadje. Ja. En daar zit ik wel heel vaak in de zomer. En je zit ook effectief in het zwembad? En om te lezen en alles. Ik vind dat echt, echt geweldig. Als ik op vakantie ben en er is een zwembad in de buurt, in het hotel of op het huis of zo dat we huren, dan als het natuurlijk echt heel lekker warm is, dan neem ik gewoon mijn boek en een lekker glas. En dan zit ik mij echt ofwel op de rand van het zwembad met mijn voeten in het water, of gewoon tot hier in het water. En dan lezen op de rand van het zwembad, maar ik ben echt een waterrat van kinds af al. En als ik dan de realisaties zie die jullie gedaan hebben, dan... en Maarten is me dan ook al aan het overhalen om een appartement te verkopen naar een huis met een tuin. Ja. Dan ik krijg er wel zin in vandaag. Het is niet alleen het genot, het gebruiksgenot, maar ook het visuele genot is heel belangrijk. Vind ik, het spreekt tot de verbeelding, ook al ga je er niet in. Het is gewoon, als je hier kijkt, je hebt een mooie houder rond, dan zo'n helder blauw zwembad. Ja, je krijgt een hele andere sfeer in de tuin als er een beetje zwembad. En het hoeft niet altijd blauw te zijn, tegenwoordig zijn er ook heel veel andere kleuren. Iedereen heeft wel zijn voorkeur. Dat van mijn ouders ziet altijd mooi groen na de winter. En dan ineens is dat terug blauw. Ja. Er zijn heel veel mensen die een beetje de Aziatische look ook willen, die naar een andere kleur, een beetje de donkerblauw, lichtblauw. Want het hoeft niet altijd zo het blauwe typische beeld van het zwembad te zijn. Philippe, je kan ook tegenwoordig met mozaïek werken. Ja, we werken ook met mozaïek en net daarom. We hebben vroeger heel vaak de vraag gekregen om naar een donker zwembad te gaan. Ja. Die uitdaging was altijd om zo donker mogelijk te gaan. Maar waar ligt de grens? Is het nog een zwembad? Dat is mooi tijdens de winter als je hele discrete waterpartijen liggen hebt. Maar in de zomer mag dat toch dat tikkeltje meer zijn dan zo'n zwarte waterpartij. Dan om, Wel, met een mozaïek hebben we daar eigenlijk, we hebben hele mooie mozaïeken die een kleine ondertoon hebben qua kleur. Als de zon erop schijnt, dan toch een beetje dat parelmoer Parelmoer of een beetje goud erin. Ja. Dus op het moment dat de zon begint te schijnen, wordt het een zwembad. Het is eigenlijk een pareltje die naar boven komt. Ja. Dat is wel leuk. En dan heb je eigenlijk wel het volle visuele genot ook van... Ja.
van jouw tuin. Ja. Nu als je dan denkt van ja, maar ik heb een lange tuin en daar staan huizen voor, ze kunnen daar niet met een takelkraan of dergelijke bij, dan hebben jullie ook nog de oplossing om met een helikopter door de lucht dat zwembad in de put te hijsen. Wordt gedaan, dat is extreem zo, maar wordt gedaan. Vlieg je dan zelf met die helikopter? Net niet. Nee, maar wordt gedaan. En dat is ook een beetje de specialiteit vandaag met onze kant-en-klare zwembaden, dat we ook aan die markt kunnen voldoen. Vooral de markt met tuinen die vandaag volledig netjes, spik en span, geïnstalleerd zijn en af zijn. Dus we gaan niet met een hoop machinerie. We hoeven zelfs niet meer van voor tot achter door te kunnen. We gaan echt over de. En dan niet bepaald met een helikopter, het kan, maar we hebben eigenlijk leveranciers van hele grote hijskranen en dergelijke, die dus alles over de woning. Onze graafkraan wordt over de woning net op de plaats van het zwembad gedropt. Ja, daar maken we eigenlijk de rechthoek waar het zwembad in moet op 30 centimeter groter na. Ja. En de rest van alle grassprietjes, daar wordt niet aan getoetst. De tuin wordt regelmatig in fases aangelegd en het zwembad is niet altijd de meest goedkoopste fase. En wordt later, soms in een aangelegde tuin, dan komt dat regelmatig tegen. Moet niet altijd in het begin, het kan ook in latere fase. Dat is misschien een hele goede tip om mee te geven. Sommige zaken moeten misschien wel voorbereid zijn, zoals als je de mogelijkheid hebt om de leidingen al klaar te steken. Ja. Op de plaats waar u het zo wel dat kan ze meer met de tuinarchitect ook. Fantastisch. Zeer mooie dingen allemaal die we gezien hebben. Dankjewel daarvoor. Nu weten we ook tenminste hoe dat het in zijn werk gaat om zo'n zwembad te installeren. Hè. Dus ik vind jou helemaal aan het. Oh, je hebt me echt vandaag met alle leuke mensen hier erbij tot denken gezet. Ja, kaartje. Ja, maar kaartjes op zak naar huis. Naar huis. Appartementen eventueel. Ja, maar dan zwembad en appartement. Het is een optie. Zeg, als we dan uiteindelijk, we zitten samen met vrienden, we zijn aan het eten, we maken een plonsje, dan willen we natuurlijk ook wel een beetje privé zitten. Laten we ons al zo meteen ook hebben over mooie tuinomheiningen, die ook weer in dat mooie afgewerkte plaatje passen. Maar eerst nog muziek van jou. Oh, leuk, ja. Zomers iets, zo kan je... Hebben jullie toevallig Paper Play nog in jullie bibliotheek? Paper Play, ik denk het wel. Ja, zou leuk zijn. We gaan gewoon luisteren, Paper Play.